Goedendag. Ik start deze weerpresentatie even met een mooie foto die we binnenkregen van Noorderlicht. Deze werd gemaakt in het noorden van Friesland, in Moddergat om precies te zijn. We zagen mooi die pilaren. Het is wel met name fotografisch Noorderlicht. Met de blote oog was het maar heel lastig te zien. Maar dat heeft alles te maken met een hoge zonneactiviteit van de afgelopen tijd. En ik denk dat we de komende weken ook nog wel een aantal kansjes gaan zien. En dat is voor natuurfotografen echt wel even iets om in de gaten te houden. En dan krijgen we echt nog wel een aantal van dit soort mooie foto's binnen, verwacht ik zo. Qua weerbeeld hadden we zeker gisteren te maken met erg zacht weer. Het was de warmste 3 maart ooit gemeten in ons land. En ook vandaag maandag hadden we te maken met brede opklaring. In ieder geval in het westen van het land. En daarmee was dat lenteachtige weerbeeld ook vandaag wel compleet. Maar goed, wel dus in het westen van het land. Want in het oosten, daar hadden we vaker te maken met bewolking. Was het zelfs her en der wat nevelig. En daar was het echt wel een grijs weerbeeld. En dat grijze weerbeeld dat zet zich ook op de dinsdag voort. En breidt zich dan ook uit naar de rest van het land. Zien we ook goed terug op de weeranimatie. Eerst is er nog enkele opklaringen, maar in de loop van de nacht naar dinsdag krijgen we met meer bewolking te maken en kan het her en der ook wat gaan regenen. En die lichte regen daar hebben we dan ook dinsdag overdag mee te maken. Pas in de loop van woensdag dan wordt het langzaamaan wat droger. Er bouwt zich namelijk een hoge drukgebied op boven Scandinavië, waardoor we met droge continentale lucht te maken gaan krijgen. Die bewolking gaat oplossen. We krijgen vaak te maken met zonnige perioden. En als de temperatuur dan ook nog even een stapje omhoog doet, dan krijgen we echt wel met mooi lenteweer te maken, zeker vanaf donderdag. Vanmiddag hebben we in ieder geval te maken nog steeds met die bewolking in het oosten van Nederland. Die is echt wel hardnekkig. In het westen daar schijnt de zon vaker. En uiteindelijk loopt de temperatuur zo op naar 9 tot 12 graden met daarbij een zwakke wind uit westelijke richtingen. Vannacht ligt de minima uiteindelijk zo tussen 4 en 6 graden. Alleen in het zuidwesten van Nederland, daar kan de temperatuur nog iets lager uitkomen. Daar zijn wat bredere opklaringen aanwezig. En als de wind dan even wegvalt, zou dat zomaar eens wat vorst aan de grond kunnen gaan opleveren. Morgen overdag hebben we dus te maken met die bewolking. Af en toe kan er wat lichte regen vallen. De hoeveelheden zijn niet groot, maar toch even verstandig om je paraplu mee te nemen. Aan het einde van de dag is in het zuidwesten nog wel weer een waterig zonnetje zichtbaar. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 8 graden in het noorden tot 11 graden in het zuidwesten van het land. En er wijt daarbij slechts een zwak windje uit oostelijke richtingen. De dagen daarna komen we dus onder invloed te liggen van dat Scandinavische hoge drukgebied. De wind gaat uit het oosten waaien en daarmee wordt het steeds droger. Woensdag een graad of 11 met een mix van wolk en zon. Donderdag alweer meer ruimte voor de zon. Uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 13 graden gemiddeld. Echt wel mooi lenteweer, maar let wel op. In de nacht hebben we natuurlijk dan ook met opklaringen te maken. En dan kan de temperatuur dus in die nachten wel eens in de buurt van het vriespunt gaan komen. Kijken we dan even naar de iets langere termijn. Dan zien we eerst inderdaad nog die grote dagelijkse gang om de invloed van het hoge drukgebied. Daarna neemt de onzekerheid wel wat toe. Waarschijnlijk gaat lage druk weer iets meer invloed uitoefenen. En dat zien we ook weer goed terug in de neerslagkansen. Dinsdag hebben we dus nog wel die kans op wat neerslag. Daarna een aantal dagen droog. Maar vanaf zondag stijgen die neerslagkansen weer. En dus het is het dus misschien wel weer even gedaan met dat lenteweer. Tot de volgende keer.